Yes, honkbal is terug en we zijn er blij mee. We mogen weer. Hey, fakka bro. Niels, fakka bro. Niels, fakka bro. Niels wil nooit in mijn vlog. Fakka bro. Max, fakka bro. Fakka G. Yes, oké. Okay. Hey, Red Bull, Phil, wie heeft dat gedaan? On cam, hier. Zet uit, Roelie. Camera. Yes, afgelopen weekend waren de honkbalwedstrijden weer op tv te zien. Oké, okay, niet afgelopen weekend. Tegen de tijd dat jullie dit zien, 2 weekenden terug. Dus, flink tijd om weer eens over honkbal te praten. Het thema van deze week is heel gevoelig. Honkbal is na 2020 dood. Kill. Hoofdklasse honkbal is na 2020 dood. Roelie, het boeit niemand geen ene moer. Nou, Niels vindt dat honkbal na 2020 dood is. Dus, thema van vandaag, intro. Een hele goede morgen. Zo, beter. Ik heb mijn muts op, het is koud, ik heb mijn bril op, want het is 7:45 op de zaterdagmorgen. En ik heb een catcher clinic te geven. Ik heb dus een catcher clinic te geven. Dat betekent dat ik allemaal jongetjes van tussen de 12 of 10 en de 14 à 15 jaar zometeen heb. Waartegen ik moet vertellen dat honkbal na 2020 in hoogklasse dood is. Terwijl deze gozers dus heel hard hun best doen. Zielig. Nou is de assistent bondcoach, noem je dat zo? In ieder geval is ook binnen, even kijken wat hij ervan vindt. Nee, wij moeten wel weer terug naar huis. Lekker, get buff, chest en biceps. Sinan, ik hoop dat Neptunus dit jaar wel kampioen kan worden. Ik niet, ik ben verpaard. Sinan, ik hoop echt dat Neptunus kampioen kan worden. Yeah! Paars gaat het zo winnen. 3-0 voorsprong. Pirates heeft het meeste gehad. Wie heeft mooi stadion? Pirates zei je? Neptunus. Pirates. Succes dit jaar met Neptunus. En wat is je doel in het honkballen of softballen of whatever? Beter worden. Ja, maar wat wil je spelen uiteindelijk? Nederlands team. Hoofdklasse. Ja. Ja. Wil je daar eens spelen? Ja, MLB is ook goed. MLB is ook goed, hè? Ja. Wat wil je bereiken? In Amerika spelen. Niet in Nederland. Nee, het liefst in Amerika. Zit. Is honkbal na 2020 dood? Hoofdklasse honkbal. Oh, dit is een filmpje? Ja. Oh, kut man. Ik dacht dat je een foto aan het maken was. Daarom vond ik met mijn duim. Is honkbal na 2020 dood? In de hoofdklasse dood. Nee. Duidelijk. Want honkbal zit in je hart. Dat blijf je spelen voor liefde. Nee, dit mee. Ik kom erop terug, maar dit klopt oprecht. Ik heb het idee dat ik even beter moet uitleggen wat ik precies bedoel met honkbal is dood na 2020 en waarom. Specifiek hoofdklasse honkbal. Het zit namelijk zo, binnenkort heeft Nederlands team een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Mocht alles mooi zijn, gaan we naar de Olympische Spelen en winnen we die. In het ergste geval kwalificeren wij ons niet voor de Olympische Spelen en mogen we niet naar de Olympische Spelen. En wat betekent dit voor Nederlands honkbal? Dan is er een kans dat NOC-NSF beslist de stipendium in te trekken. Dat is de A-status. 4-5 veldspelers in Nederland leven op dit moment daarvan. Honkballen en kunnen daarvan leven.
En een aantal pitches. Nou is het zo dat als de A-status wordt weggenomen, er een grote kans is dat al deze jongens in één keer stoppen. En dan denkt men dat niveau in de hoofdklasse in één keer dusdanig naar beneden gaat, dat de hoofdklasse na 2020 niks meer voorstelt. En natuurlijk ben ik ook benieuwd hoe een international hierover denkt. Iemand die in Nederland honkbalt en ook nog eens A-status krijgt. Dus wie beter te bellen dan de Sugar Boy, de Papi Mooi Boy, Smooth Caramel Lekker Ding van Rotterdam, Tweekamp. Smooth Boy 101. Kijk deze gozer. Zo, wauw, laat die bal. Denk jij dat honkbal in de hoofdklasse na 2020 dood is? Ik denk dat het hangt vanaf wie doorgaat en wie stopt. Het scenario staat zo. In het mooiste geval halen we als Nederland halen we de Olympische Spelen, gaan we vlammen daar. Maar in het ergste geval gebeurt dit niet. En dan is er grote kans dat veel van de oudere jongens, jongens zoals jij die al jaren in het honkbal zit, van redelijk niveau, ook op een gegeven moment zeggen van, nou, het is genoeg geweest. En het kan zijn dat velen dit na 2020 doen. Ik ben niet oud, hè? Je hebt wel een kleine leeftijdje. Ik ben niet oud, hè? Nee. Ik ga ervan uit en ik hoop dan dat wij gewoon Olympische Spelen halen. Daar trainen we voor. Absoluut. Maar laten we zeggen, het gebeurt niet. Ja, van het slechtste geval. Heb je 2021 heb je toch World Baseball Classic. Ik zie de hoofdklasse niet zo snel achteruit gaan. Want ik bedoel, kijk, zoals nu, R&D houdt toch nog wel een ex-big league naar Nederland. Zoals een Shiro Martis vandaan, dat mensen nog niet hebben gezien. Ja. Dus als zulke dingen blijven gebeuren, denk ik niet dat het zomaar doodraakt. Denk je dat als de A-status wegvalt, dan dat het niveau in de hoofdklasse wel heel snel omlaag gaat? Ik denk dat heel veel jongens wel gaan nadenken als ze dan nog wel voor het Nederlands team willen spelen. Jullie zijn nu met z'n vieren in Nederland, vijven met A-status. Als jullie allemaal stoppen, in één keer, met al die talenten die het ook nog eens opkoming zijn, wordt de hoofdklasse echt zo slecht, denk je? Kijk, ik denk als ik mijn pak inlever bij het Nederlands team, dat ik misschien nog maar één jaar doorspeel en dan stop ik ook. Ja, duidelijk papa. Thanks voor je antwoord, ouwe. Is goed, papa. Ik ga je hitten. Thanks, bra. Hi. Cool. Yo. Hier, als jullie niet hebben gezien. Oeh, man. Oké. Okay. Hey man, alles goed? Ja, zeker. Pakken papa. Pakken broer. Pakken papa. Wat zijn er man? Hé, je komt net op tijd. Ik heb ook vast vlammende vragen voor jou. Even vertel het eens. Geen stress, we komen zo bij je. Hey. Jiro. Duur shaman. Denk jij dat hoofdklasse honkbal na 2020 dood is? Ik denk niet dat het dood is. Ik denk dat het gaat veranderen. Ik denk dat het nog steeds wel gaande is hoor. De talenten die nu een beetje opkoming zijn, die beginnen ook allemaal naar Amerika te gaan, weet je wel. Een paar komen terug, een paar blijven daar, weet je. Dus ik denk dat het eigenlijk alleen maar kwalitatief beter wordt. Denk je dat als alle A-status spelers op dit moment stoppen met honkbal, dat de hoofdklasse achteruit gaat? Ik wil dat je de vraag anders stelt. Stel voor, alle jongens die nu in de voorselectie zitten, als je me dat zou vragen, dan gaat het achteruit. Mensen die A-status hebben, nee. En dat maakt helemaal geen moer uit, ouwe. Dankjewel. Ik zeg je heel eerlijk. Yes, oké, lang verhaal kort. Ik denk dus dat Dwayne stiekem wel een klein beetje vindt dat het niveau achteruit gaat. Jero zegt dat het helemaal niks uitmaakt. En Sidney de Jong zegt ook dat het helemaal niks uitmaakt, omdat honkbal hier vanuit je hart komt. Ze hebben allemaal een punt. De een iets meer dan de ander, volgens mijn mening. Mijn mening, ik denk persoonlijk zelf dat het niveau niet achteruit gaat. Nee, vijf jongens met A-status die hun A-status verliezen, gaat helemaal niks uitmaken voor de Nederlandse honkbal. Sterker nog, ik denk dat als het Nederlands team de A-status verliest, dat het binnenlands honkbal, dus het honkbal op nationaal niveau binnen Nederland, hoofdklasse honkbal, juist gaat groeien. Dat, ik heb niet heel veel tijd meer over. Ik heb niet genoeg tijd om dat aan jullie uit te leggen en heel uitgebreid uit te leggen hoe en waarom ik dat vind. Dus heb ik zo net besloten een deel 2 hierna op te laden, waarin ik veel dieper hierop inga. Dus, wat vind jij? Wat vind jij? Laat mij weten. Commentbox staat open. Voor jou. Laat mij alsjeblieft hieronder in de comments weten. Ja? Voor nu. Punt. Hit. Crush. De like button. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt.